Merhaba. Turkije. Het land van, hier komen de clichés, koffie, thee, Turks fruit, kebab, tapijten, hammams, bazaars, een passie voor voetbal. Troje, de Blauwe Moskee, Cappadocia, zonvakanties. En natuurlijk de helemaal niet zo oer-Hollandse tulp. Want die is van origine hartstikke Turks. Wat dat betreft, misschien jij ook wel. Of in ieder geval je roots. Net als honderdduizenden andere Neder-Turken. En Turks of niet, als jij nog jong bent, ken je Turkije vooral ook als het land van deze man. Recep Tayyip Erdoğan. In ieder geval nu nog. Vanaf morgen weten we of dat ook zo blijft, want dan zijn de Turkse presidentsverkiezingen. En die zijn spannender dan ooit. Maar vooral ook historisch. Het gaat dus ook al heel veel over die verkiezingen. Maar om de mogelijke koers van Turkije nog beter te begrijpen, duiken we in deze video in de geschiedenis van het Turkije voor deze man. En de unieke geografische ligging van Turkije. In relatie tot een bonte verzameling buren in alle windrichtingen. Dus, dit is Turkije. Yo, Def. Hoe spreek ik dit uit? Açıkladı. Top. Açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan. Bunlar bu kadar yüksek, bu kadar korkak. De blik is dus gericht op Ankara. In eerste instantie vooral door een goede 85 miljoen Turken zelf. En de Turkse diaspora, want over de grens wonen nog eens miljoenen stemgerechtigde Turken. De grootste groep vind je in Duitsland. Ja, klar. Also, in Berlin gehört die Jungen daartoe. Maar de hele wereld kijkt dus mee, want de koers van Turkije is tot ver over de grenzen voelbaar. Als een soort enorme spin in een nog veel groter internationaal web. Gaan we even vanuit alle hoeken naar kijken. Zo ken jij Turkije, met het Aziatische schiereiland Anatolië en het Europese deel, Oost-Thracië. Maar als we de kaart een kwartslag draaien, kijken we even vanuit Turkije naar het oosten. Naar de Caucasus en daarachter Centraal-Azië, waar ook veel andere Turkse volkeren wonen. Daar ligt buurland Iran, met een doortocht naar de rest van Azië. En ook nog het hele Midden-Oosten, met onder meer Irak, Syrië, Saoedi-Arabië en Israël om de hoek. Dit was nog maar één windrichting. Draaien we ons om naar het westen, dan zien we de Europese grens met Griekenland en Bulgarije. En de doortocht naar de rest van Europa. Tot zover de landsgrenzen. Met de blik op het noorden zien we de Zwarte Zee met Oekraïne en Rusland als overburen. En kijken we naar het zuiden, dan komen we terecht in de Middellandse Zee. Met aan de overkant Egypte en de rest van Afrika. Alweer een derde continent. Ik daag je uit in de comments. Noem mij een land in de wereld met nog gevarieerdere buren dan Turkije. Turkije verbindt het Midden-Oosten met Europa en de Zwarte Zee met de Middellandse Zee. Via deze smalle zeestraat, de Bosporus. Turkije heeft dus voortdurend met zijn buren te maken, met grote belangen en invloeden over en weer. Denk aan grote politieke belangen met een bondgenootschap hier of juist een conflict daar. Greece and Turkey have been in conflict over maritime borders for decades. Grote handelsbelangen, bijvoorbeeld in energie, als essentiële schakel in de doorvoer van olie en gas naar Europa. Mega projects that will bring Azerbaijani natural gas from the Caspian Sea to the heart of Europe. Of de handel over water tussen die twee zeeën. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de enorme vluchtelingenstroom via Turkije. Once again, they're on the move. En er spelen grote geopolitieke belangen op heel veel fronten. Zo is Turkije sinds 1952 ook lid van de NAVO. Turkije is een van de landen van het Atlantisch Pact. Zelfs als tweede krijgsmacht binnen het bondgenootschap. Met ook zelf een hoop belangen in de regio. Both Turkish troops and the Free Syrian Army are taking part. Maar wat die NAVO betreft, kijk eens naar Turkije vanuit Russisch perspectief. Vanuit Moskou zie je pas echt goed van welk strategisch belang Turkije is. Vooral ook in combinatie met het kersverse NAVO-lid Finland voelt Rusland zich aardig in het nauw gedreven. En dit is pas het topje van de ijsberg, want er speelt nog zoveel meer in de regio rondom Turkije. Maar één ding nog, als we het toch over geografie hebben. Turkije ligt ook nog eens op een aantal breuklijnen, waar vier tektonische platen tegen elkaar aanschuren. En ook dat heeft een enorme impact op de Turkse politiek. Daar kom ik op terug. Mijn punt voor nu, die unieke geografische ligging van Turkije vormt het land op alle fronten.
En heeft dat ook altijd al gedaan. Anatolië kent al duizenden jaren een komen en gaan van verschillende beschavingen. Veroverd door het Perzische Rijk vanuit het oosten en het Macedonische en Romeinse Rijk vanuit het westen. En nog veel meer. Dat zie je nu nog overal terug. Een rijke geschiedenis. Even voor je begrip. Al die duizenden jaren lag Amsterdam er nog ongeveer zo bij. Maar voor het huidige Turkije begint de geschiedenis pas echt in de middeleeuwen. Ergens rond het jaar 1000, als Turkse nomaden uit het oosten neerdalen in Anatolië. Wat begint met één Turkse clan groeit onder deze man, Osman I, uit tot een gigantisch imperium. Het Ottomaanse Rijk. Dat floreert in de 15e, 16e en 17e eeuw. Op het hoogtepunt strekt het Rijk zich uit van Noord-Afrika tot het Arabische Schiereiland en van het oude Perzië tot diep in Centraal-Europa. In dezelfde tijd dat Nederland zijn Gouden Eeuw kent, beleven ook de Turken hun gloriedagen. Zeker ten tijde van deze man, Süleyman de Grote, schitteren de Ottomanen in de kunst, de literatuur en de architectuur. En ook militair zijn ze oppermachtig. Het Ottomaanse Rijk heerst over de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. En is de leider van de islamitische wereld, verenigd door een religieuze ideologie en regelgeving. Ook nog overal zichtbaar. Maar dan brokkelt het af. Militaire nederlagen, revoluties, opstanden en crisis op crisis zetten de ondergang in. Terwijl West-Europese landen de wereld koloniseren en steenrijk worden, krijgt het Ottomaanse Rijk de bijnaam de zieke man van Europa. De doodsteek volgt tijdens de Eerste Wereldoorlog, die ze samen met de centrale mogendheden verliezen. Britten, Fransen, Armeniërs, Italianen en Grieken delen het kapotte Rijk op. Even lijkt het Turkse land weer ten prooi te vallen aan bezetters. Maar dat gebeurt niet. Sterker nog, er breekt zelfs een nieuw Turks tijdperk aan. Onder leiding van deze man, Mustafa Kemal Pasha. Beter bekend als Atatürk, de vader van de Turken. Aangewakkerd door een nieuw Turks nationalisme, leidt hij de Turken in een onafhankelijkheidsoorlog naar de overwinning. Hij sticht de Republiek Turkije. Op 29 oktober 1923, dat is dus bijna 100 jaar geleden, is het officieel. Kemal Atatürk, de grondlegger van het moderne Turkije. Atatürk wordt president. Hij is officieel geen dictator, maar kan in de praktijk doen wat hij wil. En hij richt Turkije in naar zijn smaak. Met onder meer een nieuwe grondwet en flinke moderniseringen. Achieving Turkish independence, Kemal Atatürk set out to change into a modern republic. Misschien wel de belangrijkste? Hij maakt van Turkije een seculier land, dus door moskee en staat van elkaar te scheiden. Er komen meer rechten voor vrouwen, er komt recht op onderwijs en hij vervangt het Arabische schrift voor het Latijnse alfabet. Een behoorlijk westers Turkije dus. En een groot contrast met zijn Ottomaanse voorganger. De populariteit van Atatürk kent onder veel Turken geen grenzen. Tot op de dag van vandaag. Maar tussen nu en toen is nog wel het een en ander gebeurd. De Tweede Wereldoorlog, om maar wat te noemen. Met een dit keer neutraal Turkije. Na de oorlog verandert het Turkse éénpartijenstelsel in een democratie met meer partijen. En dus die toetreding tot de NAVO. Maar het Turkse leger speelt dan vooral in eigen land een grote rol. Als bewaker van het seculiere Turkije van Atatürk. Wordt dat bedreigd, dan grijpen ze in. Zoals in de jaren 60, 70 en 80. En de staatsgreep. Daarna wordt Turkije voorzichtig politiek stabieler en gaat het ook economisch beter. Maar eind jaren 90 komt het land in een diep dal terecht. De economie ligt op zijn gat en er is nul vertrouwen meer in de politiek. En weet je nog, die breuklijnen waar ik het over had? Het Turkse drama is compleet als in 1999 een zware aardbeving de stad İzmit platlegt. Uit de ruïnes komt één man tevoorschijn die het allemaal anders zou gaan doen. Terug bij het Turkije zoals jij dat kent. Dat van hem, Recep Tayyip Erdogan. Een periode van meer dan 20 jaar waarin heel veel is gebeurd. Daar kom ik in deze video helaas niet meer aan toe, maar wil je geheugen tot in detail opfrissen? Luister dan vooral even naar de podcast De Naschok van onze Turkije-correspondent Mitra Nazar. Tip. Belangrijk om te weten in de context van deze video. Onder Erdogan is Turkije zich aan het herpositioneren. Weg van Atatürk's seculiere Turkije met de blik op het Westen. Naar een Turkije als belangrijke en dominante macht in de regio met de islam als gids. Zeg gerust, terug naar de gloriedagen van de Ottomanen.
Neo-Ottomanisme heet dat. Een soort Make Turkey Great Again. En Erdogan heeft als president de totale macht naar zich toegetrokken en beweegt steeds verder af van een parlementaire democratie. Recep Tayyip Erdogan. Dat staat er allemaal op het spel, deze verkiezingen. Dus gaan de Turken door op de ingeslagen neo-Ottomaanse weg van Erdogan met hem als een soort nieuwe sultan? Of heeft de Turkse democratie nog een kans en blijft Turkije ook een seculier land, zoals deze Kemal dat ooit bedacht heeft? Dat zou dan moeten gebeuren onder leiding van deze Kemal, de leider van de verenigde oppositie tegen Erdogan. Kemal Kili... Def! Deze Kemal. Autoritair bir yönetimi, demokrasi... Spring will come to Turkey because we're going to change a totalitarian regime through democracy, said the man who could be Turkey's next president. En ook bij deze verkiezingen is geografie weer een factor. Want deze beelden van afgelopen winter ken je. De verschrikkelijke aardbeving in Oost-Turkije. Gebruikte Erdogan eind jaren 90 de aardbeving nog om in zijn campagne de machthebbers aan te vallen? Nu werkt deze aardbeving juist tegen hem. My anger is bigger than my sadness. Tel daar ook nog een kwakkelende economie en een enorm vluchtelingenprobleem bij op. En de winst voor Erdogan is zeker niet vanzelfsprekend. Het belooft een historische nek-aan-nek race te worden. Goed, ik weet ook wel dat dit kwartiertje geen recht doet aan de totale geschiedenis van Turkije. Er zijn meer dingen niet benoemd dan wel. Maar eigenlijk is dat ook precies het punt van deze video. Turkije is een ongelooflijk complex land met invloeden en belangen uit alle windrichtingen. En is door de eeuwen heen al vaker van koers veranderd. Je weet nu in elk geval waar het zo ongeveer vandaan komt. Maar waar het heen gaat? Dat gaan we vanaf morgen zien. Güle güle.